Palestine! We rock! We dance! Een van de leuzes die gistermiddag in de binnenstad te horen was tijdens de vredesloop voor Palestina. De Palestijnse gemeenschap in Suriname, moslimorganisaties, politieke toppers zoals minister Brontos Somohardjo en enkele DNA-leden van de Partij Luhur en NDP en andere sympathisanten hebben meegelopen aan de vredesloop die is begonnen op het Vijandsplein. De groep is gelopen naar de Nationale Assemblée, waar een petitie werd overhandigd aan de voorzitter. Het platform Gerechtigheid Palestina eist dat aan de Palestijnse ambassadeur zo spoedig mogelijk agreement verleend wordt. Ook wordt er geëist dat de vlag van Palestina wordt gehezen op het Vlaggenplein, omdat de Republiek Suriname de natie Palestina heeft erkend. De oorlogsmisdaden die nu plaatsvinden in Palestina worden veroordeeld door de regering van Suriname en zij haar standpunt formeel doorgeeft aan de OIC. 4. Suriname Resolutie 242 van de VN Veiligheidsraad om te komen tot een twee-staten-oplossing volledig ondersteund. 5. Suriname als volwaardig lid van de OIC zich committeert aan de standpunten van de OIC met betrekking tot de Israël-Palestina kwestie. 6. Met betrekking tot het voorgaande, het standpunt van Suriname niet afwijkt van het huidige standpunt van de CARICOM. 7. De regering van Suriname via diplomatieke weg Israël aanmaand om onmiddellijk over te gaan tot een staakt het vuren en het ongeconditioneerd toelaten van humanitaire hulp voor de Palestijnse bevolking. Het platform eist deze punten omdat Israël sinds 7 oktober elke dag bezig is met het bombarderen van het Palestijnse volk onder het mom van zelfverdediging en vergelding voor de aanval van Hamas. Het platform van Gerechtigheid Palestina zegt dat deze bombardementen dag en nacht geschieden, waarbij hospitalen, scholen, markten en andere burgerdoelen worden platgebombardeerd. Tot nu toe meer dan 8800 onschuldige burgers, waaronder 3600 kinderen, als ook vrouwen en ouderen zijn gedood. De toevoer van water, elektriciteit, voedsel en medicamenten naar Gaza al 3 weken is afgesloten door Israël. En letterlijk een etnische zuivering en massamoord plaatsvindt in Gaza. Internationale wetten en regels worden in Palestina voortdurend overtreden onder de toezien oog van de wereld. Oorlogsmisdaden worden begaan in Palestina, welke zijn vastgelegd en dagelijks openbaar worden gemaakt door de normale en de sociale media. Tevens hebben wij geconstateerd dat de regering niet duidelijk genoeg is in haar veroordeling van het begaan van grove mensenrechten schendingen tegen de bevolking van Palestina door de staat Israël. Een kleine groep Palestijnen is in 1948 naar Suriname gevlucht toen de staat Israël werd gesticht. De groep is volgens het platform niet erg groot, maar de leden hebben nog familieleden in Gaza. Na het indienen van de petitie heeft de groep 2 witte duiven losgelaten.